Hallo, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Day. Dit is Day. En wij gaan echt ongelooflijk veel doen vandaag. Want ik heb een paar extra video's die ik heb opgenomen die ik graag online wil hebben binnenkort. Dus die moet ik eventjes gaan bewerken. Daarnaast ga ik een paar Minecraft afleveringen achter elkaar opnemen. Want er komen hele drukke, vette dagen aan. Dus we hebben genoeg te doen vandaag. Oh. Die kietel als ik aan het uitrekken ben. Dat is echt ongelooflijk vervelend. Het is niet zo heel erg mooi weer vandaag buiten. De zon schijnt wel op onze kamer. Oh, zo'n slechte grap. Ja, best wel. Waarom ben je altijd zo irritant zo? Lelijk. Oh! Eeuw, je hebt echt zo'n... Nee! Weet je dat je altijd je mond stinkt in de ochtend? Stinkt altijd mijn mond in de ochtend? Ja. Ja, jij ook. Ja, maar niet zo erg als jij. Jij stinkt soms echt naar poep uit je mond. Ja. Nou, niet doen. Ja, maar weet je hoe dat komt? Omdat heel veel mensen, bijna iedereen, die slaapt dan de hele nacht met zijn mond dicht. Zo. En sommigen die slapen... En dan adem je gewoon door. En als je het vasthoudt, dan... Weet je waar elke aandoening ik heb? Als ik echt super lekker slaap, dan ga ik kwijlen. Ja, klopt. En soms dan word je wakker en dan zit het helemaal donker. Ja, dat is zo'n plekje. Oké, wij gaan opstaan. We gaan keihard aan de slag. Eerst gaan we douchen. Oh. Mand! Auw! Auw, je slaapt me. Ja. Dat heb je op je hoofd. Ja, een sticker. Je hebt een sticker in je haar. Hoe kom je nou aan die sticker in je haar? Ja, uit jouw shirt. Hier, 62. Nou ben jij 62. Auw. Wij hebben besloten dat we de... Oh. Hoe maak ik dat nu meteen kapot? Sorry. Beanboezel Challenge gaan doen. Woe! Yay! Af en toe heb je namelijk even wat afleiding nodig als je al ontzettend lang bezig bent op de computer en video's aan het bewerken bent. En aan het leren bent voor je examen. Dat we dachten, weet je wat, we gaan even wat leuks doen. Ja, en dat is nog leuker als we dat met jullie delen. Dus ik ben heel benieuwd, want ik vind het echt eng, want ik kan echt niet tegen vieze smaak in mijn mond. Voor de mensen die niet weten wat dit precies is, je hebt hier een rad en daar ga je aan draaien. En dan kom je op Juicy Pear. Sappige peer. Dat is de lekkere variant, maar je hebt ook de vieze variant. En dat is in dit geval... Booger. Het is vast vies. Ze hebben allebei dezelfde kleur, de jellybeans. Maar de een is lekker en de ander is echt mega vies. We gaan gewoon beginnen. We hebben hier allemaal heerlijke jellybeans. Of niet? Nee, dat is juist de vraag. We gaan aan het rad draaien. En als je eraan draait, dan kom je op een jellybean. En dan moet je die jellybean pakken. Maar je hebt bijvoorbeeld bij oranje hier... staat er peach. Persie. Juist. Maar het kan ook barf. Dat is kots voor iemand die het niet weet. Iedereen weet dat, maar dat is vies dus. Dat is heel vies. Maar je weet niet of het nou kots is of dat het persie is. Maar wat ik me dus afvraag, hoe de hel maken ze een snoepje met kotsmaak? Doen ze daar dan echt een mensenkots in? Nee, maar ik vind het wel vreemd hoe ze dat kunnen maken. Ik ben echt bang dat ik daarvan ga kotsen. Ik hoop het. Laten we gewoon beginnen. We hebben hier allebei een kotsbakje. Ja. En we gaan gewoon een wedstrijd. Wie het minst heeft gekotst in de bak, die wint. En wat wint hij? Een massage. Jij kan niet masseren. Daarom juist. Oké. Okay. Glinsterende Pokémon kaart. Die wil ik zo graag. Ik moet zo nog winnen. Ik wil winnen. Dames first. Dus... Nee, jij bent de gast hier. Het is jouw kanaal. Jij mag beginnen. Oh, dan willen ze in één keer niet meer eerst, nee. Hoor. Als het niet uitkomt. Oh! Eeuw. Het is of suikerpopcorn, of het is schimmelkaas. Succes. Daar gaan we. Is het schimmelkaas? Oh, jeetje. Maar wat ik me dus afvraag, misschien zitten die lekker er helemaal niet in. Zit er gewoon vies in. Denk aan de Pokémon-kaart. Nee, dit is echt zo nasty. Fuck, mag ik mijn mond spoelen? Ik ga even, haal die candymonade. Er staat de candymonade in de... Oh, dit is echt vet vies. Holy shit. Dit soort spelletjes zijn heel leuk om naar te kijken, maar niet om te doen. Alsjeblieft, wees blij dat jullie aan de andere kant zitten. Want het is echt, ik zie er tegenop. Holy shit. Ik heb hem helemaal niet. Eigenlijk gewoon normale jelly beans moeten kopen. Die voor mezelf moeten houden. Maar dat is natuurlijk weer vals spelen. Dat mag niet. A few inches later. Ik meen het, dat is echt vies. Echt gewoon. Maar ik durf niet meer hoor. Het is echt heel erg. Ik wist niet dat het zo'n sterke smaak had. Mag ik eens aan je mond ruiken? Oh,
Oh my god, het stinkt echt naar schimmelkaas. Het is echt schimmelkaas. Ik meen het. Het is echt raar hoe ze dit kunnen maken. Ik heb het vaker gezien, Bean Boozled Challenge. En ik dacht, die stellen zich aan met... Het is echt wow. Wat ben ik blij dat Dee nu aan de beurt is. Draai maar! Het is... Of chocoladepudding, of honden eten. Dit vond ik echt het ergste. Bar van honden eten. Ja, ik heb gisteren al zitten snijven aan die dingen toen ik het pakje openmaakte. Maar je ruikt dus helemaal niks, hè? Ruik maar. Nee, je kan niet ruiken aan de bellybean zelf. Nee. Bellybean, jelly. Volgens mij hebben ze er alleen maar vies in gestopt. Om ons te pesten. Ja. Godverdamme! Zo vies. Hoe vaak gaan we dit doen? Ik kan hier echt niet tegen. Maar we hebben geen geluk, nu al niet. Ze hebben er echt alleen maar vies in gestopt. Godverdamme! Fucking hell, maar dit is niet normaal hondenvoer. Dit geeft het bumper echt niet. Dit is echt een soort van... We gaan door! Het staat 0-0. Of sappige peer of booger. What the fuck is booger? Ik hoop echt dat het super smerig is en dat jij hem dan hebt. Ik ben nieuwsgierig. Ik ga booger googlen. Schat. Wat is het? Godverdamme. Weet je wat booger is? Huh? Een snotje uit je neus. Wat? Welke is dat? Sappige peer of een snotje uit je neus? Dat is deze. Succes. Fuck it. Gewoon! Wat is het? Wat is het? Is het een snot? Nee, wat denk je? Dat ik zo... Ik kan het niet van peer houden. Tuf het uit! Heb je het doorgeslikt? Eeuw, Enzo eet snotjes! I got this! Volgens mij... Yeah! Ja, gekke joh. Nee, ik heb een punt. Ga je gang, Deetje. Doe maar, Deetje. Oké. Het is jouw beurt. Hij zit echt precies in het midden. Nee, dit is niet precies in het midden. Hij dit is precies in het midden. Nee. Oké, het is juicy peer. Ja, je hebt precies hetzelfde als ik dan, hè. Juicy peer of snotje. Ja, ik ga voor de juicy peer. Oké, ik hoop dat het voor jou snotje is. Heb je peer? Ben jij gewoon een geluksvogel? Nee, weet ik niet. Als dit peer is... Nee, dit is geen peer. Wat doe je? Ik heb hem doorgeslikt. Oh. Het smaakt naar planten of zo. Ik denk de duivel neemt je over. Oh. Je deed in één keer helemaal... Ja, ik heb hem doorgeslikt. Woe! Oh my god, dit is... Je houdt ook van snotjes. Nee, ik hou niet van snotjes. Oh my god. Nou, dat vind ik knap. Ik heb gewoon één keer gekauwd en toen proefde ik dat het vies was. Toen heb ik hem doorgeslikt. Maar ik meen het, met dat hondenvoer kon niet. Net als een paracetamol. Als dat eenmaal die smaak hebt, dan ga je geen kokhals of zo en dan... Te vies. Te vies. Your turn. We. Oh my god, die wou ik. Want ik vind tandpasta is echt niet vies. Tandpasta? Of blueberry. En tandpasta is echt gewoon prima te doen. Oeh. Wat is het? Tandpasta! Ik denk echt dat er alleen maar vieze in zit hoor. Tandpasta is echt lekker. Ik meen het. Weet je wat dat is van die kindertandpasta voor kindjes onder de 12? Ik wilde altijd al mijn tandpasta doorslikken. En dat mocht nooit van mijn moeder. Ja, je hebt van de tandpasta, dat is voor baby's. En dat mag je dan wel doorslikken. Maar baby's hebben helemaal geen tanden. Want baby's die kunnen zeg maar niet doorslikken. Die doen dat heel vaak wel. Ja, of het loopt gewoon zo weg omdat ze niet dat voelen of zo. Maar ja, ik ben echt blij dat ik tandpasta heb. Dat is echt lekker. Heb je ook een beetje weer verfrissende smaak in? Ja. Oh ja, hij ruikt ook gewoon lekker. Ja. Woehoe! Jij maar. Oh my god, drop of... Oh my god, stink... Spray. Drop of stink spray. Let's go. Ja, dit is zo makkelijk voor jou, want jij staat nu gewoon 2-1 voor. Je had gewoon iets simpels. Als dit drop is, hou ik van drop. Het is drop, het is drop, het is drop, het is drop. Drop, 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 drop. Ik hou van jou, je bent drop. Ik hou van jou. Dus zo lekker. Remix! Top.
top, 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 top. Dat is echt lekker, man. Ja, ik ben echt blij voor je. 2-2. Oh, je hebt ook drop of stinkspray. Ik had het streng stinkspray. Dit is geen drop. Dit is geen drop. Dit is geen drop. Ik had drop bij niet. Shit. Mag ik ruiken in je mond? Ja. Oh, fucking hell. Hoe kun je dat in je mond houden? Hoe kun je? Dat ga je niet redden. Nee, dat ga je niet redden. Hier, tuf maar. Tuf maar. Ik vind dat ook ongezond. Je stinkt nu zo uit je bak. Ze gaat nooit meer weg. Tuffen. Hier, slokje limonade. Oh, jongens. Gross. Ah, dat was echt heel vies. Hoe kunnen ze dit maken gewoon? Het is echt gek hoor. Weet ik niet, maar het is zo leuk. Want het stinkt zo hoor. Schimmelkaas. Ik heb wel echt de kutste gehad hoor. Stinkspray. Hallo, ik had hondenvoer. Hondenvoer was ook erg. Nou, ik heb wel eens een koekje van Bumble gehad. Ja, maar die van Bumble waren echt veel lekkerder. Oh. Het stinkt hier ook gewoon naar al die shit die we hebben uitgekotst. Ja. 2-2 is de score. Deze is aan de beurt. Go. Yes! Oh my god. Schimmelkaas of popcorn? Schimmelkaas, schimmelkaas. Schimmelkaas, schimmelkaas, schimmelkaas. Schimmelkaas. Ik probeer hem door te likken. Het ging niet. Ik vind het echt heel vies. Oh, ik dacht echt dat ik moest spugen. Ik vind het echt heel vies. Ik ben helemaal rood. Oh, ik. Oh, als ik dat alleen al ruik. Oh my god. Dit soort spelletjes moet je ook niet met mij spelen. Ik hou van lekkere snoepjes. Fucking hell. I don't fucking care about the point. Geweldig, we gaan door. Woe! Oh nee, tutti frutti. Oh lekker. Maar dan stinkende sok. Ik hoop dat je stinkende sok hebt. Jij gaat of mij heel blij maken, of mijn dag verpesten. Ik ga er niet op bijten, dan proef ik het ook niet. Dan slik ik hem in één keer door. Nee, dat mag niet. Oh, dat mag niet. Wat is het? The good life. Oh my god. Ik geef het jou gewoon ook echt niet. Jij hebt het stomme spel bedacht om het mij te gaan doen. Hè? Jij moet dan ook gewoon het meeste pijn lijden. Nou, ik ga nog even genieten van de snoepje. Ga jij alvast maar weer drinken. Blueberry of tempeh and I don't like them. Ik tempeh and I don't fucking care. Ik don't like tempeh. Je hebt echt geluk. Je gaat eigenlijk de kaas smaken uit mijn mond. Drink je ook niet. De schimmelkaas was echt vies tot nu toe. Dat was echt een goor. Nee, nou, mond was ook best vies. Oké, ik ben weer. Let's go! Tempeh. Nee. Jawel. Nee. No, je verplaatst hem. Ja, dat was het wel. Dat was het wel. Nog een keer dan? Ja. Ja! Ah, oh. Nog die ene. Het is bitter popcorn or rotten egg. Verrotte eieren, gadverdamme. Maar het is dezelfde stinkkaas, dezelfde kleur. Zet wel wat eieren. Het is popcorn. Echt? Ja, ik zat even te twijfelen. Ja, maar je komt ook omdat je gaat uit van de vieste smaak. En ja, dan proef je eigenlijk niet meer. Dat is net als dat je bijvoorbeeld limonade denkt te krijgen, maar het is cola. Dan is heel raar. Denk je hersen met limonade. En dan krijg je cola. En dan smaakt het eerst helemaal niet naar cola. Dat is vet raar. Dat is echt super vreemd. Nou, dat is wel te doen, ja. Dit is weer! Woe! Oh, kokosnot of babydoekjes. Maar ik vind kokosnoot ook helemaal niet lekker. Dus hoe dan ook, je gaat kotsen. Ik ga kotsen. Nee, ik ga één keer bijten en ontzettend. Ik moet nog door. Babydoekjes zijn wel lekker, maar niet om het eten. Verplicht 3 keer kauwen. Ja, dit is baby. Babydoekjes? Maar waar smaakt het dan naar? Naar parfum. Maar ik heb hem doorgeslikt. Ah. Oh, wauw. Good job. Yes. Oh nee! Juicy pear of booger. Snotjes in je neus. Die gaan nu in je mond. Snotjes in je neus. Die gaan nu in je mond. Mond. Hè? Bam.
Nee, eeuw, jij bent zo vies. Straks is het helemaal geen snotje en dan smaakt het heel nog naar. Ja. Ja, ik mag ook niet meer aan. Nee, maar je hebt kinderen die dat doen en die moeten naar het ziekenhuis omdat ze dan fucking allemaal knikkers of zo in hun neus hebben gehad. Oké. Okay. Oh, motherfucker. Wat is het? Is het snotje? Kokosnoot of babydoekjes! Hey, hij lust het allebei nog. Kauwen, kauwen, niet doorslikken. Kauwen, 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 kauwen. Het waren weer babydoekjes. Wow. Het zou gek zijn als je dan één keer zo'n babydoekje zou. Oké. Oh, ik kan niet meer tegen die smaken. Laatste ronde, oké? Oké, allebei nog één keer. Ja! Tutti frutti of stinkende sokken. Nou, die heb ik eerder gehad. Toetsproetje was fucking lekker. Wat heb je? Good life. Alweer? Nee, dat kan niet. Jij speelt vals. Motherfucker. Ja, en dan is nu Deetje. En laten we nu afspreken dat als jij deze opeet, heb je gewonnen. Maar spuug je hem uit, dan verlies je gewoon keihard. Oké. Okay. Oh! Tutti frutti! Oh my god! Hetzelfde! Zo zien, dan is bij mij wel die vieze. Wat was die andere? Oh, stinkzokken. Nee, dit is echt heel vies. Dit is nog echt nog niet kaas. Echt? Gadverdamme! Waar is het drinken? Alsjeblieft drinken pakken. Nee. Oh no! Deze smaak gaat nooit meer aan mijn mond. Nou, ik hoop het wel, anders krijg ik geen kusjes meer. Oh, dit is zonnebrandag. Dit is helemaal niet grappig. Is het zo vies? Het is echt. Mijn buik van binnen doet gewoon pijn. Wow. Die poep die stinkt zo erg. Vind je dit gek? Ik heb gram in mijn lichaam zit. Oh, ben je gek geworden? Oh, je bent echt vies. Je gaat eten, fatsoenlijk eten voor me halen nu. Ah. Dames en heren, dit laat maar zien dat D niet zo goed tegen dit spelletje kan. Maar, dat ik heb gewonnen, maar wel echt een hele dikke shout-out naar D. Je hebt het heel erg goed gedaan. Jij stinkt ook uit je bakkes. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Wij gaan weer druk verder met video's editen. Jij gaat nog even goed leren. Ik ga eerst denk ik mijn mond spoelen met zeep. Mijn hele lichaam spoelen met zeep. Nee, want het is een paar van die tandstudies. Nee. Ik kan echt niks meer eten. Nee? Niet in één keer. Je bent gek. Je bent echt gestoord, man. Dit is echt een soort zelfmoordpoging. Spuug uit, mogol. Fucking hell, doe normaal. Doe normaal, spuug het eruit. Ik word... Spijt nooit meer. Nooit meer. Wow, dit was echt gross. Ja, het is gek. Dat was echt te fucking ranzig. Oh, ik heb helemaal kippenvel. Kijk dan. Oh, yes. Oh, mijn kauwgom. Kauwgom zo lekker. Zat dit kan ik niet meer aan. Mijn buik is kapot. Ja. Zelfs dat kan ik die weer aan. Ja. Ik voel me echt niet goed. Ik meen het, man. Ik voel me echt niet goed. Ik word ook misselijk in de lucht die hier vanaf komen. Het is echt niet normaal. Wij gaan bijkomen, dames en heren. Ik eet nooit meer snoepjes. Nooit meer. Schat, ik kan hier echt niet tegen. Ik voel me echt fucked op. Dat is echt helemaal niet leuk. Ziek. Oh, mensen. Oh, nadat we die challenge hebben gedaan, gaat alles gewoon fout. Davy voelt zich echt niet lekker. En die ligt nu op de bank. En ze voelt zich echt gewoon heel kut. Helemaal misselijk en buikpijn. Ik ben de hele tijd aan het niezen. En ik liep naar de keuken toe. En wat gebeurt er? Oh, echt niet gewoon, niet chill. Echt niet leuk. Oh man, ik laat alles vallen. En kijk dan hoe het eruit ziet. Gadverdamme.
En daar liggen we dan helemaal gesloopt. Ik ben... Wat zei je? Ik ben moe. Oh, ik ben ook heel erg moe. Het was een ontzettend lange dag. Daar heb je mogen je ook moe schapen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem super tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En morgen zijn we wel wat actiever natuurlijk. Ja, morgen wordt leuker dan vandaag. Het hoort erbij. Dames en heren, ik check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Dat en dan zeg ik altijd dikke, vette peace. Knol Power.